Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mike Reviews. Ik sta hier met mijn vriend van de vorige aflevering, Dirk van Duivenbode. Maar het is tijd voor een ander. We staan hier bij de Legendskast, hier zo in Dutch op Midden-Nederland. En wat zit er in de Legendskast? Gary Anderson en Michael Smith. Het is tijd voor Unicorn. Tijd voor Unicorn, zoals ik al zei in de intro. Ik heb hier verschillende pijlen staan. Ik heb hier de pijlen van Michael Smith, James Wade en Gary Anderson staan. Eigenlijk de drie topspelers van Unicorn op dit moment. Helaas Dimitri van den Berg overswist naar Target, zoals jullie hebben kunnen zien in de eerste aflevering. We gaan even kijken. We beginnen met de pijl van James Wade. Kan ik helaas niet voordoen, want ik ben niet linkshandig. Dus voor een rechtsspelende speler heel moeilijk, aangezien hij gebaseerd is op een linkerhand, deze pijl. Kan natuurlijk wel als een speler. Wat meteen eigenlijk aanvoelt, is dat het gewicht heel erg in het eigenlijk tot hier zit. Waar we eigenlijk deze aflevering wel op gelet zijn de pijlen van en Gary Anderson en Michael Smith. Laten we beginnen met Gary Anderson. Ik heb hier de twee pijlen waar Gary het meeste mee speelt. Maar ik heb ook de set waar hij wereldkampioen mee werd. En eigenlijk is het wel grappig om de verschillen te zien. Er zijn bijna geen verschillen eigenlijk. Eigenlijk zijn de verschillen in de pijlen vrijwel hetzelfde. De pijlen zijn allemaal ongeveer even lang. De barrel loopt even ver omhoog. Dus eigenlijk verandert er vrij weinig. Je ziet het ook bij die donkere darts. Er gebeurt verder eerst niks. Eigenlijk zijn de ringetjes nog steeds hetzelfde. En er gebeurt vrij weinig met de pijl. Wat heel erg opvalt is dat het gewicht echt heel erg voor in de pijl zit. Maar dat gaan we zo zien aan het bord. Als we dan even verder kijken naar de pijlen van Michael Smith. Die voelen heel erg dat het gewicht ligt heel erg hier in het midden. Dat voel je heel erg meteen. En je hebt meerdere punten grip. Dus je kan hem zowel midden inpakken als voorin. Michael heeft hem natuurlijk vrij fors in zijn hand. Vrij snel. We gaan even kijken wat het zo op het bord doet. Maar op het eerste gezicht zijn de pijlen van Anderson heel erg het gewicht voorin. En die van Michael Smith heel erg verdeeld. Ik ben benieuwd wat dat aan het bord brengt. Ik heb van de Unicorn drie setjes gepakt, twee van Anderson, een setje 23 grams en een setje 25 grams. En ik heb een Michael Smith 23 grams. We gaan beginnen met de Anderson 23 grams. Even kijken hoe die vallen in het bord. Het valt op dat in die pijl het gewicht toch iets meer naar achter zit dan dat je eigenlijk denkt bij Anderson. Hij pakt hem heel erg op de punt, maar je moet best wel krachtig gooien om hem vrij omhoog in het bord te krijgen. Dus je ziet, ze staan vrij vlak in het bord. Ook als ik de pijl iets meer naar het midden toe pak, blijft hij vrij vlak in het bord. Hij wil eigenlijk wat hangen. We kunnen ook even kijken hoe dat bij de 25 grams is. Heb ik hier de Anderson 25 grams. Die vallen eigenlijk al vrij zwaar in het bord. Krijg je niet echt een goed gevoel bij. Ik heb het idee dat ze heel erg zwabberen. Ze zijn best wel zwaar. In vergelijking met de 23 gram zit eigenlijk een behoorlijk verschil tussen. In tegenstelling tot een ander merk bij Target is dat iets anders. Dan de Michael Smith 23 grams pijlen. Ik denk dat ze vrij snel naar het bord gaan. Ik zal ze alleen niet in finales op grote tv-toernooien gebruiken, want dan weet u zeker dat u de dubbels gaat missen. Ga eens kijken wat ze naar het bord toe doen. Ik ga iets meer naar rechts staan. Kijken wat het dan geeft met die pijlen. Nou, je ziet ook meteen dat ze vrij veel meer naar links in het bord gaan. En omdat je best wel een snelle gooibeweging maakt, dat je heel ongecontroleerd naar het bord toe vliegen. Je merkt wel dat als je hem in het midden vastpakt, dat je heel veel mogelijkheden hebt met de pijlen, zoals je ook ziet. Je kan best wel dicht bij elkaar gooien als je naar de eerste twee pijlen kijkt. Nog één keer proberen, kijk wat het doet. Pak hem weer in het midden vast. Voor heeft niet heel veel effect bij deze pijlen. Goed, alle drie de pijlen getest. Ga kijken naar het eindoordeel.
Ja, de Gary Anderson en Michael Smith, de Unicorn pijlen. De Anderson pijlen, 23 gram. Dus ik denk dat iedereen daar wel redelijk mee uit de voeten komt. Hele algehele grip. Ik zeker het proberen waard. Wel wat aan de prijzen gekomen. Dat geldt eigenlijk voor alles van Unicorn. Is best wel duur. De 25 grams waren heel erg zwaar. Je moet er echt van houden. Om het nou echt een kans te geven, weet ik niet. Zeker met de pijl die volledig aan grip is. De Michael Smith pijl is echt voor de hele snelle speler die je middenin pakt. Daar is het zeker voor te proberen. Wil je dit nou proberen met verschillende soorten flights en shafts? Is dat allemaal mogelijk bij Dutch op Midden-Nederland, waar goed personeel jullie te woord zullen staan? Willen jullie nou andere pijlen zien of bijvoorbeeld wat anders? Wat wij gaan reviewen of nakijken? Laat het weten in de comments. Laat een duimpje achter op deze video en abonneer je op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. En dan zien we jullie bij de volgende Mike Reviews.